Misschien zaten er daarom wel ruim 9000 toeschouwers vanavond in het nieuwe stadion van Fortuna. Het publiek werd op zijn wenken bediend. Na de tweede minuut is het Gerritsen voor 1-0. De paas kwam van het midden van Vollmer. Gerritsen draaide goed weg en maakte zijn 6e goal van het seizoen. MVV hoopt de na-competitie te ontlopen en moet daarvoor 4 punten goedmaken op NEC, dat op de 16e plaats staat. Hier de voorzet van Kaars na een lange rush en een prachtige goal van Mutsaars. Zo is het na ruim 20 minuten spelen weer 1-1. Goeie goal van Mutsaars. Maar daarna was het Fortuna dat de wedstrijd dicteerde. Amoa legt klaar voor Kool. Die heeft goed gezien waar Gerritsen was. En dan met enig geluk, maar dat dwing je af als je goed speelt zoals Fortuna de laatste weken doet. Is het 2-1. Tweede goal van Gerritsen. Fortuna bleef dus de betere ploeg. Hier een lange rush van Landel die wel erg ver mag komen. Teruggelegd op Kool. Gerritsen laat hem voor hem lopen. Kent het linkerbeen. Hij raakt de lat. Fortuna won overigens 4 wedstrijden op rij en mag zich nagenoeg veilig weten. Voorzet dan op Amoa. Die kopt en de redding is van Snelders. En zo werd MVV een grotere achterstand bespaard. Koevermans geeft dan aanwijzingen aan zijn defensie. Vooral goed blijven kijken, let op Amoa. Maar het is aan Dovermans oren besteed, want weer Amoa. Uit een vrije trap, nu kopt hij over het doel van Snelders. Vrije trap dan opnieuw voor Fortuna. Amoa nu is met de voeten, let op Gerritsen. Mooie bewegingen langs van Bogaert. Slim teruggelegd en met wat geluk Amoa voor 3-1. 13 punten is de voorsprong nu van Fortuna op MVV. Dat dus op de laatste na-competitieplaats staat. En Fortuna mag zich veilig wanen. Opnieuw dus een knappe prestatie van Marwijk. Het schot van Emerson wordt gepakt door Van Zwam. En zo bleef het 3-1 voor Fortuna.